Zo, welkom bij en weer een video, zo, was het goed Nederlands, over huiswerk voor logo. Kijken of we vandaag ook kunnen, nou, wel kunnen lezen, begrijpen lezen en alles kunnen beantwoorden. Oké, twee verhalen. Dit verhaal gaat over Hollywood kapsels dankzij milkshakes. Ik ben best wel benieuwd naar nu. Beroemde Hollywoodsterren zoals Catherine Zeta-Jones. Ja toch? Ja. Penelope Cruz en Nicole Kidman danken hun glanzende kapsels aan extra dikke milkshakes. Oh. Doen ze dat in hun haar dan? Of omdat ze drinken? Oh ja. Yep. Ik had gewoon door moeten lezen. Zij drinken de milkshakes. Nee, sorry. Zij drinken de melkmix niet. Nee, echter niet. Omdat. Alhoewel, niet zie je. Ja, dacht ik al. Ze drinken de melkmix niet. Echt. Echter niet. Maar ze gieten het over hun haar. Oké. Okay. Een vriendin van de sterren maakt de milkshakes. Is de maker van milkshakes. Ze gebruikt ingrediënten zoals mango, avocado en melk. Champagne, zo. Kiwi, kwartel eitjes. Punt. De mix zou morgen zorgen. Wow. De mix zou zorgen voor een glanzende, prachtige glanzende lokken. Oké. Okay. Eerste vraag. Punt A. Zijn de onderstaande beweringen waar of niet waar? 1. Hollywoodsterren drinken milkshakes niet. Dat is waar. Ze wordt gewoon in hun haar. Ze gooien. Laat maar dat. 2. De Hollywoodsterren maken de milkshakes zelf. Nee, een goede vriendin van hun. Volgens mij doet het. Eén van hun. Twee vriendin. De sterren smeren milkshakes in hun haar. Dat is zeker waar. De milkshakes zorgen ervoor extra snelle groei. Nee. Voor mij in glanzende lokken. Tijdens ze. Uit B. Wat is het juiste antwoord? Waaraan danken de Hollywoodsterren het glanzende kapsel? Biologische vanillevla, hamburgers, milkshakes. Oké, milkshakes. C, milkshakes. Wie maakt de milkshakes? A, de Hollywoodsterren. B, echtgenoten van de Hollywoodsterren. C, een vriendin van de Hollywoodsterren. C dus. Welke ingrediënten worden in de milkshake verwerkt? Melk, kiwi, of dus A. Melk, kiwi, kwartel eitjes, champagne en mango. Volgens mij is het dat hem, maar waar lees je dan even op? B. Yoghurt, sinaasappel, ananas, mandarijn, kippeneieren. C. Smeerkaas, aardbeien, bananen, chocolade en vanille. Wat denken jullie? Ik zeg, volgens mij is het A. Laat maar eventjes, als je zin hebt, in de reactie A, B of C achter. En niet vals spelen door terug te spoelen.
Ga gewoon naar de volgende. Beantwoord de volgende vragen in, in volledige zinnen. Ah, nu snap ik het. Vorige week had ik deze vraag ook. Ik snapte dus niet. Toen vroeg het aan de logo. Daar heb ik helaas geen beeld van. Het was volgens mij vorige week. Voor de laatste keer. Maar ze heeft het uitgelegd. Maar nu lees ik het ook veel logischer. Zie ik de zin weer staan. Dus ja, ga proberen. Wie is uw Hollywoodster? Huh? Van hun? Of van mij? Hollywoodster. Jezus, gaan ze gelijk aan mij vragen, ze ook nog tegelijkertijd. Wie is uw favoriete Hollywoodster? Als je dan aan films en acteurs denkt, dan ga ik toch qua films. Denk ik toch Denzel Washington. Want zijn films zijn altijd best wel dope. En hij is een goede acteur, vind ik. Beetje zo die kant. Maar daarentegen hou ik ook best wel veel van de films van Jackie Chan. Want hij heeft gewoon humor. Kung Fu, dat. Zijn vechtstijl en de actie. Beetje die twee, denk ik. Als ik eventjes nu zo moest opnoemen. Als ik aan actie denk, hè, denk aan Washington en Jackie Chan. Dat zit, denk ik. Waarvoor gebruiken de Hollywoodsterren de milkshakes? De dames in deze verhaal gebruiken het om haar mooi te maken. Dus de kapsels perfect kunnen krijgen. En het geeft een glanzende gloed. Luk. Volgende vraag is, wat doen ze precies ermee? Zal ik je even precies uitleggen. Je zou denken dat ze het zou drinken op de milkshake is. Dan drink je dat. Maar nee, ze zet het op hun haar. Op hun hoofd, op het haar. Alsof het een masker, haarmasker is. Ja? Goed genoeg? Meer dan wat je moet uitleggen. Wie maakt de milkshakes? Nou, het is een vriendin van de sterren, Hollywoodsterren. Die maakt het precies voor hun, een goede vriendin. Welke ingrediënten worden er gebruikt om milkshakes te maken, om de milkshakes te maken? Kijken of ik nog een goede memory heb. Melk dus, daar ben je nodig voor milkshakes. De fruit was mango, nog een fruit volgens mij. Kiwi zat erin. En nog één fruit had ik nog wel in mijn hoofd. Ik gok ananas. Denk ik. Zat ook nog champagne in. Champagne. Oh joh. Voor mij ben ik wel iets vergeten nog. Misschien. Eén ding over vergeten, denk ik. Ja, ik weet niet. Ik hou het daarbij. Vat de verhaal of artikel even samen. Nou, de mooie dames, actrices, Hollywoodsterren. Katrina Zeta-Jones, Penelope Cruz, Nicole Kidman. Zij gebruiken milkshake om hun haar perfect te houden. En of een glans in te krijgen. En daarbij gebruiken ze ervoor, hadden we al gezegd,
milkshakes, maar ze gebruiken het niet zoals normaal een milkshake gebruikt door te drinken, maar ze zet het dan op een haar alsof het een haarmasker is. En dat was dat, ja. Dat was mijn samenvatting, denk ik. Oh ja, oké, het werkt nog één keer. En de milkshake wordt gemaakt door een vriendin van de Hollywoodsterren. En ze gebruikt ingrediënten zoals melk, mango, kiwi, ananas zijn nog steeds. En champagne. Ik kom er nog steeds niet op. Ik heb gehoord of ik iets vergeten ben. In ieder geval ongeveer die ingrediënten. Punt. Dan is deze klaar. Laten we de volgende gaan. Zo. En deze verhaal noemt, of heeft als bovenstukje, Amerikanen stuiten op prehistorische tandarts. Amerikaanse wetenschappers hebben in huidige Pakistan aanwijzingen gevonden voor het bestaan van prehistorische tandartsen. De tanden en kiezen zijn nog een klein beetje geboord en zijn gemaakt. Dat is circa 8000 jaar geleden. Oh nee, dat is zomaar zien. Dat is circa 8000 jaar oude gaatjes. Wat? Wacht even hoor. Te zijn gemaakt om verder van het gebit. Om tegen te gaan het verval van het gebit. Nee. Zeg nou. Verder verval van het gebit tegen te gaan. Ze zijn waarschijnlijk gevuld met planten of andere substanties. Oh, oké. Weet niet of het enigszins begrijpelijk was wat ik allemaal zei. Maar kijk of ik het zelf heb begrepen. Zijn beweringen waar of niet waar? Pakistanse wetenschappers, dat is al fout, denk ik, dat is het Amerikaanse. Hebben ommengd. Ja, dus nee. Nee. De gaatjes in de tanden en kiezen zijn opgegraven. Wat? Opgegraven schedels. En zijn waarschijnlijk veroorzaakt door prehistorische wormen. Nee. Deze gaatjes lijken te zijn gemaakt om verder achteruitgang van het gebit tegen te werken. Ja. De gemaakte gaatjes zijn echter niet ingevuld. Niet gevuld. Op het moment van, denk ik, denk van was volgens mij bij het vind, bij, op, bij het gevonden tijdens het vinden van de tanden was het niet. Maar ze waren waarschijnlijk gevuld met planten of andere substanties, zeiden ze. B. Wat zijn de juiste antwoorden? Oh, oké. 1. Waarvoor zijn Pakistan, was Pakistan, Pakistan, a, waarvoor zijn de in Pakistan aanwijzingen gevonden. Oh ja. A. Doordat er prehistorische kunstgebieden waren. B.
prehistorische tandartsen waren. C. Dat er in de prehistorisch tandplak was. Dat zei ik voor B. Prehistorische tandartsen waren. Wat waren ze? Nee, wat waren dat voor aanwijzingen? A. In de opgegraven schedels zitten kunstgebieden. In de kleine stenen poortjes opgegraven. In de tanden van de opgegraven schedels bevonden zich perfecte ronde gaatjes. Ik denk C. Waarom zijn deze gaatjes waarschijnlijk gemaakt? Om verder tandbederf tegen te gaan. Dat is goed volgens mij. Want B is zodat men weinig last zou hebben van voedselresten. C. Dat het een mode was. Ja, ik denk dus A. C. Beantwoord de vragen in de volgende zinnen. Met volledige zinnen. Ja. In welk land zijn schedels opgegraven? Nou, het waren Amerikaanse onderzoekers in Pakistan. Daar hebben ze gevonden. Ik hoop dat de land volledige zinnen genoeg was. Wie heeft de schedels opgegraven? Huh? De Amerikaanse wetenschappers hebben de tanden of hebben de bed opgegraven, de schedels, denk ik. Het was opvallend dat de schedels. Wat was opvallend aan de schedels? In het gebied tanden waren met perfecte ronde gaatjes. Perfecte ronde gaatjes erin. Ja, dat is hopelijk waar genoeg volledige zinnen waren. Hoeveel eeuwen zijn er gaatjes gemaakt? Hoeveel eeuwen? Hoeveel eeuwen geleden zijn de gaatjes gemaakt? Ja, dan ga je normaal de vrouw nog dingen met getallen. Ik weet niet eens meer wat hoeveel eeuw is. Was dat 100 of 1000? Ik moet er nog om rekenen ook nog? Jezus, dat was 88.000 jaar geleden. 80? 80 eeuw? Geen idee. Ik denk als het nu 100 jaar is en het heeft 80.000 of 8.000 jaar geleden, dan ga ik voor 80 eeuw. Ik weet niet of dat goed is, maar hier heb je antwoord. Waarom zouden mensen gaatjes in hun tanden hebben gemaakt? Dat is al een vraag die ik een keer gevraagd, toch? Maar feest of reis al een keer gevraagd. Wat? Maar in ieder geval, om tandbederf tegen te gaan. Daarom hebben ze die gaatjes gemaakt. Om de rest te redden. Is dat goed? Oké, we zijn weer klaar. Oh nee, vat samen natuurlijk, vergeten. Het ging over dat Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat er 8000 jaar tandartsen al bestonden, want ze vonden
ze vonden in Pakistan 8000 jaar, ja, 8000 jaar oude schedels met gebidden, met perfecte ronde gaatjes erin. Daarom daarmee kunnen ze dus zeggen dat er toen al tandartsen bestonden. Want zij denken dat ze daar deden om de gebit te redden. En ze zeggen dat ze het gebruikt om die gaatjes te vullen, gebruiken ze plantaardige dingetjes of andere substanties. Punt. En dat is vandaag weer het huiswerk. En nog steeds, ik was al duf natuurlijk, maar ben er echt snel moe, word er echt duf van. Dus ik ga er vandoor. Yo!